Vandaag testen we het kerstassortiment van de Lidl en de Albert Heijn. Na vele vragen van jullie of we het kerstassortiment van de Albert Heijn zouden testen, zijn we dit jaar terug met een nieuwe video. We testen niet alleen de Albert Heijn, maar ook de Lidl. Twee voor de prijs van één. Mocht je trouwens volgend jaar weer zo'n video willen zien, als deze video 2500 duimpjes omhoog krijgt, komen we volgend jaar met een nieuwe kerstspecial. Ja jongens, het heeft 2 jaar geduurd dat we weer terug zijn. Althans ik. Jij hebt het nooit gedaan. Dit hebben we nooit samen gedaan, hè? Nee, volgens mij niet. Nee. Maar vandaag gaan we dus allemaal dingen testen die nieuw waren. We dachten, de Lidl is wel leuk om te doen. Hadden ze niet heel veel boeiende dingen, maar we hebben wel wat leuke dingetjes meegenomen. En natuurlijk de Albert Heijn, waar ze trouwens wel echt heel veel nieuwe dingen bij hadden. Bij de Albert Heijn hebben ze echt leuke dingen, ja. Ook die je zelf in elkaar kan zetten. Ik weet wat jullie gaan zeggen, er zijn nog veel meer leuke producten bij de Albert Heijn te krijgen, dat klopt. Maar toen we dit opnamen, was nog niet alles binnen. Waar gaan we mee beginnen? Want ik zat even te denken, misschien kunnen we beginnen met zoetigheden. Ja. De snackjes die je op tafel zet. Ja, dat is wel goed eigenlijk, de vooraf snackjes. Ja, dan een soort van... Hoofdgerechtjes. Nee, voorgerechtjes. Voorgerechtjes. Dan hoofdgerechtjes. Waarom is het allemaal zo? En we hebben heel veel nagerechtjes. Hebben we geen nagerechtjes? Nee, dat zijn heel veel nagerechtjes. Okay. We gaan beginnen met de eerste snacks. Jongens, dit is de eerste keer dat we de magnetron thuis gaan gebruiken, want we zijn geen magnetrongebruikers. Zo ziet hij eruit voordat hij de magnetron ingaat en het ruikt heel erg naar bolus. Oh ja. Hoe is het met jou, diepte-interview? Meest, zeg het eens. Ja, het gaat goed. Ik ben altijd dol op dit soort kerstartikelen. Ja, ik weet het. Jij wilde dit ook heel graag, hè? Het allemaal zo leuk uitzien en dan vooral die van de Albert Heijn eigenlijk. Ik vind deze trouwens ook wel leuk. Glühwein chutney. Nog steeds niet echt heel heet. Doet onze magnetron het wel? Ja, hij is wel iets warmer. Zo ziet hij eruit nu hij uit de magnetron is. Ik vind onze magnetron niet heel sterk. Ja, hij is wel een beetje gluey geworden. Lijkt echt op bolus inderdaad. Ja, Freek, we gaan niet bolus doen. Kijk, zo ziet hij eruit van binnen. Zullen we het gaan doen? Ja. Wel heel erg zoet. Een heel duidelijk appel. Ik vind het niet vies. Je hebt het idee dat er een soort van dikke laag suiker aan de onderkant zit. Ja, het is een hele dikke laag suiker. Maar ik moet wel zeggen, ik denk dat hij in de magnetron is geweest, dat hij lijkt alsof hij net uit de oven komt. Het is wel compact brood. Het is niet dat je denkt, zo, we hebben nu iets heel fluffies of zo. Appelkaneel plukbrood. Wat vinden jullie ervan? En wat is de prijs? 3 euro. 3 euro? Oeh, oké, okay, ja. Ja, ik vind dat wel meevallen eigenlijk. Ja, het is best wel aan de maat. Het is een groot ding. Ja. Ja, ik vind het prima. Prima product. Ik zou 3 donuts geven. Ja, ik denk dat die wel iets een tikkeltje aan de droge kant is. Dus ik zou er wel bij icing bij zetten. Iets om het wat smeuriger te maken. Maar op zich, als je hem in de magnetron doet, is die best oké. Mm-hmm. Ook 3 donuts? 3 donuts, ja. Oké, 3 donuts. Nou, weet je dat ook weer. We hebben dus hier mini tompoes croissants. Croissants? Croissants. Oh, dat staat er ook letterlijk croissant. Dit was natuurlijk een hype vorig jaar. Nou, ze hebben hem doorgetrokken naar dit jaar volgens mij. Ik denk dat ze vorig jaar er ook al waren. Ze mogen ze alleen geen krompoesen meer noemen, dus ze noemen het nu tompoes croissant. Oh, dat is waar, ja. Dat was natuurlijk trademark. Meer, ja. Ja. Ik vind het wel lekker uitzien. Ja, wel. Dit is wel wat jij hoopt wat het is? Nou. Als je denkt... Ik hoop vooral dat er lekker room van binnen is. Niet van die... vieze custard. Waarom beginnen we eigenlijk met Albert Heijn producten? Dit ruikt... Wil je daar een geur aan zetten? Ja, ik ruik... Zo, ruik op. Oh ja, dit ruikt wel inderdaad naar iets. Je gaat zo die hygiëne. Dit echt op de... Op het puntje van je tong. Op het puntje van mijn tong. Kan je echt niet. Zullen we gewoon eentje uit chappen? Oh, dat is een heel ander soort bodem. Ja. Echt een croissant. Nou, ik ga door meerdere emoties heen bij dit ding. Op zich is het croissant voor... Dat die al langer er ligt best oké is. Ik vind zelfs de vulling niet echt heel slecht. Maar er zit niet zoveel smaak aan, hè? Nee, het is gewoon heel zoet. Een beetje flauw of zo qua smaak. Ik had wat meer verwacht, denk ik. Ook van die vulling misschien. Ja. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Hij ziet er leuk uit. 5 euro. 5 euro vind ik wel echt... Vind ik wel echt aan de hoge kant. Ik zou dit 2,5 geven. Ik zou zeggen 2. Ja? Ja, ik vind het ook teleurstellend. Ik ga 2, ja. Geen product om aan te raden. Zeker niet voor het geld. Freek? Mag ik hier weer bij? Nu iets van de Lidl doen? Deze geweldige Kerstmas tree. Ja, jij wilde dit? Mij leek het een beetje saai. Ja, maar dat was een van de weinige dingen die ik nog niet herkende van 2 jaar geleden of het jaar ervoor eigenlijk. Ja, dat is waar. Dat is de laatste die we gedaan hebben. Was die Daily Show trouwens. Maar ik wilde het eens omdat ik, Hoe je ze er leuk uit vond zien? Ik vond het op zich wel geinig. Er gaat een luikje in jouw hoofd open op het moment dat je bladen leeg ziet staan. Lekker. Wij eten nooit iets met bladeren dreef. Nee. Maar dat komt omdat ik het misschien nooit... Nee. Je moet ook... Je wilde maar gaan verbeteren, omdat ik bladeren dreef. Ja, okay, laten we de bladeren dreef even openmaken. Laat mij maar doen. Waarom moet je het altijd gelijk overpakken, mom? Wel veel bladeren dreef. Pure chocola ruik. Ja, volgens mij heb je ook een soort van glazuur erop gedaan. Oh, wat schattig. Ik vind het wel heel leuk te zien. Ja, het is wel geinig eruit. Maar dit kan je zelf ook echt maken. Hier staat de tijd voor. Dat is waar. Oh,
kwam er niet tegen. Je betaalt voor dit pakje 2 euro. Vind ik wel aan de hoge kant. Ja. Op zich wel, omdat ze buren chocola hebben gebruikt en dan nog een suikerlaagje eroverheen hebben gedaan, dan dat matcht wel goed. Ja, maar het is ook echt bladerdeeg met chocola. Ja, om een of andere reden verwachtte ik het niet dat het zo goed naar bladerdeeg zou smaken, omdat het zo keihard is. Ja, dat is echt best goed gedaan. Maar ik ga wel voor 3 donutjes. Ik zou zeggen 3,5 wel. Ja, toch wel? Ja. Ik vind wel dat het heel homemade uitziet. Je kan dit meenemen in een schaaltje met een beetje plastic eroverheen. Dat is fucking slim, toch? Ja, ik maak wel kerstboompjes. En dan heb je er geen tijd voor, geen zin in. Ik heb bladerdeeg kerstboompjes gemaakt. Ja, oh, die hadden ook bij Delicier van Lidl. Ja, deze heb ik zelf gemaakt. Maar deze zien er wel. Ja, ik zie het wel een beetje, ja. Maar jij wilde het bijna niet halen, hè? Bijna niet, maar het was best lekker. Oké, nog een zoetje. We hebben gevulde kerstbomen. Gevulde kerstbomen. Gevulde boompjes. Maar volgens mij is dat met pistache. Ja, dat is echt de trend van dit jaar, hè? Ja, als er een trend is dit jaar, is het echt pistache. Pistache was al heel populair. Alles boven de 50 eet volgens mij allemaal pistache. Iedere coole mens. Mijn vader had altijd pistache ijs, maar dat vond ik toen niet lekker. Mm-hmm. Oh, pistache, gewoon witte chocola. Nee, dat is echt niet witte chocola. Een variatie op witte chocola. Nee, echt niet. Ja. Nee, pistache heeft echt een hele andere smaak dan witte chocola. Dit is gewoon witte chocola met witte chocoladesmaak. Mag ik even zeggen? Jelena heeft nog nooit echt pistache nootjes op. Dus jij weet helemaal niet hoe pistache smaakt. Ik denk dat ik dat wel op heb, hoor. Laten we deze proberen. Een pistache kerstboompje. Nee, ik proef wel iets meer de pistache smaak. Als ik dit blind moet proeven, dan zou ik zeggen dat het witte chocola is. Nou, er zit wel een vleugje pistache in, maar het is niet heel pistache. Maar hij is wel heel lekker. Hij is wel lekker. Chocola is gewoon lekker. Ja, het is goede chocola. Maar omschrijf hem eens. Het is gewoon witte chocola die wat dikker is. Witte chocola, maar wel met een zachte vulling. Ja. Van witte chocola en een vleugje pistache. Zou je het geven? 3,5. Vind je het even lekker als die koekjes? Absoluut. Oké, nou. Deze krijgt een 3,5. Ik zou zeggen 3, maar ik ga wel met jou mee. Maar de vraag is natuurlijk, hoe duur waren ze? Wow, 3,50. 35 cent per boom. Ja, oké. Nou, dat is op zich prima, toch? Freek vindt het ook oké. We hebben nu een product dat ik denk, wow, dat Guilaine dit überhaupt durft te testen. Ja, ik wilde dat eigenlijk niet, maar ik vond het dan wel weer zo uniek. Dadels met vulling. Maar alles is met sinaasappel ook. Alles is met sinaasappel. Oh, dat hebben we even gemist. Ja. Tegelijkertijd vind ik dat wel weer een hele fancy snack om neer te zetten. Zeker voor... Als je het zelf gemaakt hebt, zeg maar. Ja, nou ja, het ziet er wel uit alsof het zelf gemaakt is weer, toch? Kijk, zo zien ze eruit. Nou, op zich, als je er eentje uithaalt... Dit er wel fancy. Dat zou je best zelf hebben kunnen maken, toch? Absoluut. Welke wil jij? Want ik ga die met chocola. Ja, ik wil die nemen. Maar waarom neem jij dan niet met die pinda's? Oh, amandelen. Amandelen. Het is wel raar, want het ziet er een beetje uit alsof dit een pit is uit een... Ja? Een of ander stuk fruit of zo. Ja, ik vind dat ook niet echt heel aanlokkelijk die jij nu gaat eten. Het ziet er niet heel aantrekkelijk uit, deze. Laat het heel erg zijn. Het ziet er niet aantrekkelijk uit op die. Oh, ik heb betere dadels in mijn leven op. Hele smakeloze dadels. Ja, dat zijn echt smeerpijpen. Ja, mooi. Hoe duur waren deze niet? 3,50. Oh, dat vind ik echt niet waard. Totaal niet. Kijk, ik weet dat dadels zijn wel duur hoor, dus ik snap het wel. Maar... Dadels zijn toch extreem zoet? Ja, deze waren niet zo heel zoet. Ik vond die niet zo zoet. Ik vond ze een beetje smakeloos. Ik vond eigenlijk het hele geheel wel een beetje smakeloos. Ja, het is voor mij echt 0 donuts. Ik vind het echt niet lekker gewoon. Ja, het is wel 1 paars. Ik zou zeggen een halve donut. Oké, een halve donut. En je zou ze in dit geval... makkelijk dan zelf kunnen maken op die manier. Ja. Toch? Ja, zeker. Dat is eigenlijk best wel een leuk idee ook. Natuurlijk hebben we ook weer een leuke winactie voor jullie. Want jullie kunnen een boodschappenkaart winnen van 25 euro. En de vraag die heeft Kleine voor je. Bij welke supermarkt of welke groothandel, dat kan ook natuurlijk. Ja. Doe jij je kerst inkopen? Laat het vooral weten. Ik ben heel erg benieuwd ook wat je gaat kopen. Doe mee met de winactie en misschien win jij wel die 25 euro. Excellent gluwai chutney. Heb je er nog wat bij? Ik hou wel van chutney. Ja? Ja. Oh. Oh. Wat? Het is 48% perenpuree en 27% rode wijn. Jongens, dit is echt onze favoriete kaas die we nu gaan proberen. Het is de Stolwijker. Stolwijker. Kijk, een stukje kaas. Heel erg naar gloewijn. Ja, ruikt het naar gloewijn? Ja. Oh ja, zo, kaneel en appel. Peer. Gestoofde peer. Echt een kerstgeur. Kijk, maar jongens, goede hap. Aan chut. Ja, aan de kaas ligt het niet, want het is echt ons geval. Ja, precies. Ja, het is best lekker, want je proeft ook echt de wijn. Is het een alcohol? Ja,
rode wijn. Ja, maar ook echt alcohol nog erin, of niet? Nou, dat weet ik niet. Zo, dan als je op de middelbare school zit, dan ga je deze... Want dit wordt gekookt, hè? Dus ik weet niet of dat kan. Ja, dat ligt eraan als het heel lang... Maar ik vind wel, alsof je nog de alcohol... Maar het staat er niet op dat er echt... Anders staat het erop, toch? Ik vind deze serieus best lekker. Ik had er eigenlijk niet zoveel van verwacht. Ja, ik vind hem lekker. Echt als voor de feestdagen. Hm. Ik denk dat dit een toppertje is voor op de borrelplank. Het lijkt een beetje op gepureerde stoofpeertjes. Met kaneel, ook een beetje die structuur heeft het. Maar dan met een soort van kick van rode wijn. Maar hoe duur is dit ding? 2 euro. 2 euro. Maar 1,99 echt? Ja, maar je kunt wel 2 kerstdagen mee doen, denk ik. Ja, makkelijk. Ja, ligt eraan als toch? Je... Ja, als oma Bram en oma Karel komen. Als er veel vraat op kerstdagen komen, dan... Dan denk ik het niet. Maar deze is echt lekker. Ik zou deze wel echt 4,5 donut geven. Ik kan me ook voorstellen dat hij met hoe die hier op staat, met deze... Ja. Met brie, ja. Dat hij dan echt wel heel lekker is. Ja, het zou best lekker kunnen zijn. En het groene blaadje erbovenop slaan. Ja, dat doet het hem echt. Ja. Ja. Ik geef deze een goede 4. 4? Gaan we voor 4. Nou, gaan we door naar het voorgerecht, toch? Jeetje, ik zit wel helemaal vol van het snackmoment. Oh, wacht. Ja, we gaan iets heel leuks maken. Die vieze slof. Nee. Dit is eigenlijk een aperitiefje. Dus is eigenlijk ook niet echt voorgerecht. Maar ja, goed. Ik vind het wel leuk zat om dat zo te zeggen. Kijk, we gaan dus nu een keer een DIY-pakketje doen. Namelijk dit. En we gaan met citroendille verse roomkaas erin spuiten. Nou, dat is zo onwijs leuk voor de kinderen. Voor de kids. Een groen hoortje en dan met citroendille. Kunnen de kids leuk in elkaar in Frans. Het zou wel lullig zijn als ze nu allemaal kapot zijn. The moment we all been waiting for. Nee, ze zijn niet. Nou, ze zijn een paar kapot. Eentje. Oh. Twee zijn kapot. Vind je dat niet heel gek? Waar zie je dan smaak? Nou, weet ik niet. Gaan we zien. Ik weet niet of er nou genoeg roomkaas hierin zit voor al deze horentjes, als je ze wil vullen. Ik denk het wel. Je moet gewoon niet ruimschoots doen. En je hebt ook nog een topping, hè, van zalm en... Nee, wij doen gewoon dit. Viseitjes. Dit is leuk! Je hebt echt goede kracht. Ik heb geen krachten, schat. Geen krachten. Nou, dat vind ik wel... Het is toch... Nou, schat, sorry hoor. Dit is echt vies drolletje gemaakt. Expectation versus reality, toch? Ja, je hebt het wel goed gedaan, maar ik wilde niet te veel vulling, want... That's real, it's gonna be a mess. Ja, yeah, that's true. Proost. Oh, ja, stinken. Ben jij van basilicum? Of ben jij van dille? Het wordt er heel akelig van. Ik weet niet wat het is, maar die combinatie, ja. Maar ik vind het echt lekker. Ik denk dat je misschien een klein beetje de zalm mist. Die combinatie van elkaar is denk ik wel lekker. Wel hele zoete horentjes trouwens, vind je niet? Nou, die horentjes zijn inderdaad heel... Heel zoet. Dat is ook zoet. Ja, je hebt sowieso niet zoveel meer roomkaas volgens mij. Dat die roomkaas niet zo lekker vindt. Dat is hele zoete roomkaas. Ik vind hem wel lekker hoor, moet ik zeggen. Ik vind het ook wel een leuk concept dat je dit zo kan maken. Maar ik begrijp ook wel dat jij het een beetje funky vindt. Het is eigenlijk een soort van alsof we het ook lekker hebben proberen te maken voor kinderen of zo. Ja. Zo zoet. Ja. Mini hoorntjes waren zo, 3,30. Zo! En die verse roomkaas was 2,80. Vind ik wel heel heftig. Voor bijna 6 euro zit je gebakken. En dan heb je 1, 2, 3... Oh, dat is 50 cent per hoorntje. Want... Ik zou dan misschien sneller voor van die cupjes gaan. Je hebt van die snackcupjes van... Ja, die hebben ze ook. Ja, maar die hadden ze ook. Ja, maar je hebt ze ook van een bepaald soort toastmerk. Van bepaalde... Oh, Melba. Ja, dat, ik denk dat dat een stuk goedkoper is. Dan heb je er ook heel veel. Ja, maar die roomkaas is op zich wel leuk om zelf te doen, toch? Ja, je zou dus zeggen, eigenlijk dit kan je zelf maken. Of je knipt het eraf en dan doe je alsof je het zelf kan maken. Ja, en dan als de gasten aankomen, dan sta je met zo'n spuitzak, zeg maar. Maar dan sta je zo. Jongens, ik heb leuk iets gemaakt. Ja, maar dan niet in die hoortjes, maar in die Melba-toastjes. Kijk, heb je gewoon zo kan lekker... Ga je die wel opeten? Ja, ik moet zeggen, jij kan wel heel goed. Je zou in een softijswinkel moeten werken. Hé, maar wat zouden we dit geven? Ik zeg zeker wel 4 donuts voor mij. Maar de prijs 3,5. Nou, ik zou zeggen, ik geef het 2. Voor de prijs 1,5. Ja, ik ga het gewoon gigantisch omlaag brengen. Ik vind het gewoon smerige, zoete roomkaas. Beetje funky. Nou, ik vind het heerlijk, jongens. We gaan het eten. Dit zijn de croquettes. Oude kaaf overkroketjes. Bereid met oude kaap en een vleugje mosterd. Dus hoef je hier eigenlijk geen mosterd voor te gebruiken. Oh, er zit een vleugje mosterd in. Zo ziet hij er dus uit. Een klein mannetje. Zo ziet hij er van binnen uit, jongens. Kijk wel een beetje de mosterd. Zitten wel echt kaasvliertjes in. Hoe duur was dat? 3 euro voor 6 kroketjes. Nou, proost. Cheers. Had wel iets langer gekund. Ja, want hij is nu een beetje... Zacht. Zacht. Ja. Of die inderdaad nog niet helemaal, als hij een beetje oud is of zo. Ja, maar ik heb hem niet langer gedaan, maar ik vind de smaak niet verkeerd. En die structuur van binnen is ook lekker. Hij heeft echt een kazige smaak, maar ik moet wel zeggen, ik
proef niet echt de mosterd. Misschien ben ik dan wel een zeikert, maar... Nee, ik ben geen zeikert, ik proef hem ook niet. Nee, hè, maar het zit er wel in, toch? Ja, als een van de laatste... Oh ja, het zit als een van... Nee, er zit nog een hoop daarna. Zo, dus wat zit hier veel in, zeg. Pelletering. Er zit hier echt heel veel in. Ja, ik vind hem best lekker. Het is wel echt een beetje een oude kaassmaak, maar ik moet zeggen, ja, die mosterd, die kan ik niet echt bedenken, die kan ik niet echt ontdekken. Ik vind wel de geur van kaas heftiger dan de smaak. Ja, klopt. Ik denk dat je een mosterddip wel nodig hebt. Dus in principe is het product een beetje gefaald. Ja. Ik zou het 2,5 doen geven. Ja, als erop staat een vleugje mosterd, ja, dan wil ik ook gewoon een vleugje mosterd ervaren. Maar, wat zou je het geven? Ja, 2,5 vind ik echt te hoog. Ik geef het een... Nee, ik geef het dan 2,5. Ik zou die nog wel opeten. Tas toe, zou ik zeggen. Ik heb best nog wel trek eigenlijk. Zou je niet zeggen met al dat wat je hebt gegeten? Ah, hij is wel krokant hier, deze. Is hij meer kroky? Ja? Mm-hmm. Misschien moest hij nog iets langer uit de oven staan. Weten we dat ook weer. En vind je het lekker uitzien? Het gaat. Wat niet goed? Ik wil, op zich, als ik het zelf had gemaakt, had ik het best prima gevonden. Ja, dan had ik ook wel gedacht van... Zijn we lekker gedaan? Dat heb je leuk gedaan. Mini sweet potatoes gratin with cheese. With cheese? With cheese. Say cheese. Het ruikt heel kazig, vind je niet? Ja, het ruikt wel kazig. Heel kazig. Ja. Zullen we maar openbreken? Het is een slappe janus, joh. Het zijn wel hele slappe janussen. Als het wortel zou zijn, zou ik echt gruwelen ervan. Oeh. Ik weet dat het zoete aardappel is. Oeh. Toch? Ja, het is goed aardappel. Let's go, man. Nee, even wachten, want het is echt heel heet, schat. Want de smaak is wel goed, maar ik vind die structuur heel naar. Ik vind de structuur naar? Wat vind je naar de structuur dan? Vies gooey. Ja, het is wel een beetje gooey van binnen, hè? Heel papperig. Oh ja. Oh, het lijkt alsof die undercooked is. Ja, het is gewoon een puree. Je kan heel wel lekker stampot van maken. Een hele zoute stampot krijg je dan. Het is wel zout, hè? Maar ja, vind het nou is echt zout. Maar vind je het nou echt naar kaas smaken? Ja, dat wel. Ik vind het wel echt kazig. Hij is kazig dan een kroket. Mm. Dat is wel raar eigenlijk. Maar ik moet zeggen, als deze kaas maar aan die kroket zou zitten, dan zou die wel een stuk lekkerder zijn. Ja. Dit is wel iets wat je denkt van, dit zou je weer kunnen serveren alsof je het zelf hebt gedaan. Ja, maar denk dat je dan... Ja, ik vind het wel heel vies papperig, om eerlijk te zijn. Zeiden ze vroeger ook tegen mij, hè? Om heel eerlijk te zijn, hier maak je me niet blij mee. Ik zou dit 2 donuts geven. Ik vind het gewoon niet zo heel lekker. Ik zou dit gewoon niet zo snel kopen. Misschien zelfs maken. Ik denk dat als je dit zelf maakt, dat het best lekker kan zijn met aardappel en zo. Goed binden en zo. Ik zeg nee tegen dit kant-en-klaar product. Ik zeg 2 donuts. Ja, weer met jou eens. Everybody knows... Nou, die ziet er leuk uit. Wat zat er ook weer in? Bijzonder, ja. Weet u dat nog? Oh ja. Met vulling van geconfijte ui. Maar de grap is, zo zag hij eruit. Kijk. En dit is hem geworden. Ziet er wel gezellig uit. Zullen we hem opengooien? Oh, dat wordt wel gevecht als je er maar 1 per 2 personen krijgt. Ja, dat is wel echt waar, hè? Hoop geconfijte uiboe. En de geitenkaas is gesladderd nu. Mmm. Nou, ik moet zeggen, even niet slecht. Uniek. Nou ja, uniek weet ik niet. Ik vind het uniek. Dat je dit zo uit zo'n diepvries kan halen. Nou ja, het is wel prima. Vind ik wel leuk. Dat ei is inderdaad heel zoet. De ui is inderdaad heel zoet. Maar ik vind dat wel dan gelijk weinig... Geitenkaas. Geitenkaas. Ja. Want dadelijk zit je alleen nog maar met een beetje... Ui. Als er iets meer geitenkaas in zou zitten, dan zou ik zeggen van een toppertje 4 donuts. Maar ik vind het iets te weinig geitenkaas. Ik vind die geitenkaas ook een beetje te weinig, ja. Maar jij houdt heel erg van bladerdeeg. Ik hou echt heel erg van bladerdeeg. Dilenne, waar je het beste haar blij mee kan maken, mocht je er ooit ontmoeten, zou ik er een pakje bladerdeeg mee nemen. Ja, en een colaatje graag. Ik vind het best lekker. Mm-hmm. Ben ik serieus. Dat had ik niet verwacht. Maar ik vind dus te weinig geitenkaas. Daarom krijgt hij van mij 3,5 donuts. Al zou ik 4 zeggen. Snap ik, ja. Hij krijgt echt een 4 als die geitenkaas wat groter was. Hier ben ik dus heel benieuwd naar, want het ziet er zo uit. Maar ziet het er ook zo uit? Ja, maar laten we eerlijk zijn, het ziet er wel niet lekker uit. Ja, maar het ziet er wel leuk uit. Oh! Het ziet er echt zo uit. 800 watt, 2,5 minuten. Zo, dat is lang. Het ziet er wel heel leuk uit. Het ziet er wel heel grappig uit. Dwars door het hoofdje. Zo ziet het er van binnen uit, jongens. Oeh, zo heftige smaak, heftige geur. Ruik ook. Was het kruiden? Echt lekker. Doe gewoon één hapje, klein happetje. Het is een soort van een plastic ruikt. Nee, dat is die kruiden. Voor mij is het heel erg soja-achtig, juist. Qua saus. Oh, ja, inderdaad een beetje soja. Ja, oké. Okay. Komt-ie, jongens. Ik vind wel heel weinig vulling voor die 5 euro. Mag ik dat zeggen? Wat is dat rode? Smaakt dat ook ergens naar? Nee. Nee? Maar dat is gewoon leuk. Je vindt het niet lekker, hè? Ik vind er echt niks aan. Het is best wel... Het smaakt zoet. De binnenkant is zoutig, maar dat heeft niet heel veel smaak eigenlijk. Echt een kant-en-klaar product. Ja, ik vind het over het algemeen niet lekker. Heel lekker, nee. Nee, ik vind het heel erg chemisch smaken eigenlijk. Ja, ik ook. En wat verwacht je eigenlijk van zo'n knalrode muts en zwarte ogen? Ja, is ook verwacht zo. Verwacht je ook niet iets heel vers en... Nee.
Nee, ik ben met je eens. Niet chemisch, zeg maar. Ik vind het een beetje tegenvallen, heel eerlijk gezegd. Ik had ja, er leuker van. Heb je er echt meer van verwacht? Nou ja, ik had gehoopt dat het in ieder geval lekker smaakje had. Ik vind het zout en zoet bij elkaar, maar het is gewoon niet zo heel lekker. Ik vind het alsof je een soort van Play-Doh aan het eten bent. Ja. Ik zou dit één donut voor de fun geven. Ik denk dat kinderen hier ook echt niet blij van worden. Nee, de smaak is sowieso niet voor kinderen. Nee, ja, maar ze zien er wel echt uit alsof het voor kinderen is, vind je niet? Ja. Ik vind wel, voor wat ze geprobeerd hebben te maken, zou ik wel een dikke 5 sterren geven. Ze hebben het wel leuk gedaan, ja. Maar ik vind het gewoon een duur product en het smaakt nergens naar. Het nagerecht. En hiervoor gaan we weer een DIY doen, namelijk een maxi slof. Daar doen we pistachemoes op, ja, pistache weer. En parelgort. Nee, ik weet niet. Crunchy parelgoud. Crunchy parelsgoud. Oh, leuk. Ja. Ik vind die slof er gek uitzien. Dat is wel een crunchy slof. Wat is dat dan? Wat zit hier dan? Het lijken wel een soort bitterkoekjes. Oh ja, je hebt gelijk inderdaad. Ja. Wat maakt het nou uit? Ik had het grote ding op mijn vingers gekregen. Oh, het ruikt echt naar bitterkoekjes. Ruikt echt? Oh, dat zijn gewoon echt bitterkoekjes. Zijn echt bitterkoekjes? Ja, oh, dat blijkbaar. Vind ik wel leuk. Ik ben hier heel benieuwd naar. Oeh, zo. Kleine scheetjes of zo. Moeten we hem helemaal doen of? Ja, doe maar een klein stukje. Ja, maar dan zonde. Dan kunnen we die crème nog even hergebruiken, toch? Mag ik ook nog doen? Ik wil ook nog even doen. Oké, komt ie, hè? Mooi, mooi. Je hoeft niet te hard te doen, hè? Ja, die parels erop. Voor kinderen denk ik wel heel leuk dit, denk je? Ik denk het wel, ja. Ik ben ook wel benieuwd naar... De parel? Nee, die crème vooral. Ja, de crème ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, die parels zijn denk ik gewoon chocolaatjes. Ja, dat denk ik ook, ja. Met een crunchy erin. Hij is heel mooi, dit heb je echt goed gedaan, dank schat. Dank je wel, ja. Ik ben echt trots op jou, moet je kijken. Oké. Okay. Nee, doe maar kleiner. Ja, maar ik wil met bitterkoekje erbij. Oh, ja. Kijk, dus we halen hem er even zo tussenuit. Ik vind het wel bizar dat er een bitterkoek in zit. Dat is leuk, verzonnen. Zo ziet de slof er van binnen uit. Maar ik zie nu al dat het een klein beetje begint in te zakken. Ja, ik weet niet of je het heel goed op beeld kan zien, maar het wordt al een beetje minder. Nou, kom erin. Oh, zo, ik proef nu pas die bitterkoek er ook doorheen. Nou, de slof is wel een beetje droog. Mm-hmm. Die slof van zichzelf is wel heel droog. Ja, bitterkoek is wel lekker. Maar die crème daarentegen is wel heel lekker. Maar vind ik het ook weer heel subtiel. Het is een leuk concept. Ik vind hem erg lekker. Dat zegt wel genoeg, vind ik. Ik vind hem echt smaakvol. Ja. Ik vind het een beetje droog, maar niet storend nee, droog. Nee, vind ik niet storend. Nee. Ik vind de textuur op zich wel lekker. Dat bitterkoekje ook heel lekker. Ja, de smaken gaan wel goed met elkaar. Het is best prijzig, denk ik, want ik denk dat die slof... Zal die slof hebben... Ja, goed maar. Eurotje op 3. 3,50. Oké, okay, ja. En hoe duur denk je dat deze is? Ja, 4 euro. 6 euro. Zo. Dat vind ik wel heel heftig. Dat vind ik ook heel heftig, ja. 6 euro. Dat ziet er wel heel leuk uit. Maar... Ja, maar 6 euro. Dat vind ik wel echt overdreven. Want dan ben je met die slof, dat, dan ben je al 10 euro. En dan heb je die parels er nog bij. Dan kan je misschien nog voor een boze. Dan kan je beter iets halen. Wacht even, die parels. Die waren ook 2,50. Ik denk dat je dan beter een taartje kan halen bij ja, de bakker. Dat denk ik wel. En dan is het wel, dat is wel beter, denk ik. Dus, ik zou zeggen, het is leuk om te doen. Voor kinderen is het leuk om te doen. Maar je moet wel even een portemonnee trekken. Zou je het geven, uiteindelijk? Prijs, ja. Moet dat meenemen? Ja, dat vind ik want wel. Ik vind het wel erg lekker. Dus voor de smaak zou je zeggen? Zou de smaak zou ik een goede 3,5, 4 geven. Ja. En maar met, ja, de nou, laten we het op een 3 houden dan. Toch? Gaat zeker wel echt een half puntje minimaal af. Zou zelfs zeggen 2,5, want ik vind het echt wel prijzig. The moment I've been waiting for. Ja, omdat je houdt zoveel van chocolademousse. Ja, maar heel veel mensen zijn dus heel enthousiast over deze chocolademousse van de Lidl. Toen leek het mij leuk om die dan te vergelijken met diegene van de... Wil je een blik zoeken? Ik kan dat doen voor jou, hè? Oh ja, dat is misschien wel leuk, ja. Nou, chocolademousse. En nog een chocolademousse. Chocolademousse. Ben je echt blind? Ja, ik heb niks gezien. Ik geloof het niet meer. Nee, ik heb niks gezien. Okay. Nee, ik heb echt niks gezien. Chocolademousse nummer 1. Mm. Volle smaak. Oeh, lekker zeg. Volle smaak, romig. Goeie chocola. Beetje purig. Chocolademousse nummer 2. Oh. Die vind ik wel iets... Ik vind de eerste beter. Die tweede is zoeter. En die valt sneller in je mond uit elkaar. Dus die is wat... Minder vol. Ik vind die eerste wel echt lekkerder. Oh ja, ik zie het verschil al gelijk. Deze van de Albert Heijn is veel voller. Voller, ja. Deze is heel luchtig. Deze is heel luchtig. Wat maar is het is maar waar je van houdt, hè. Deze is 400. Ja, deze 350 gram. Maar ja, het is ook wel een grotere bak, zie je dat? Ja. Ja, het is ook meer, dat weet ik. Maar deze is... Kijk, hier zie je dat hij al een beetje nattig begint te worden. En deze blijft gewoon een goede structuur hebben. Compact. Oh, zo, maar je voelt het ook gewoon als je erin gaat. Deze is zoveel steviger. Mm.
Dit is precies hoe ik hem wil in een restaurant ook. En zo. Ik zou deze 2 donuts geven. Ik vind die niet zo lekker. Deze zou ik echt 4,5 geven. Echt perfect. Oh, dit is zo lekker. Ik zou deze echt een hele bak op kunnen. Ga ik niet doen. Want we gaan naar het volgende. En dat is? Een soufflé. Dark chocolate en caramel. Soufflé. Nou, gaan we er eentje in gooien? Ja, tuurlijk. Op 900 watt, 30 sec. Wow. Oh, wow. Het is echt een lava cake hier geworden. Helemaal gooey, alsof er een soort van jus van binnen. Gooey. Kijk, het is echt gooey. Het ruikt nou best prima eigenlijk. Dit is bij de Lidl vandaan. Wat is dat loperig geworden? Ja, dat heb je met. Het is wel. Vind ik dus altijd. Oh, oeh, oeh. Wacht. Hij loopt leeg. Dat is lava. Proost mij. Ziet er lekker uit. Ja. Wat een vreemde smaak. Ja, maar het is ook gelijk alsof het uit de magnetron komt. De cake wordt gelijk een soort van drapperig. Alsof de cake niet helemaal goed doorbakken is. Ja, alsof je hem veel te vroeg de oven uitgehaald hebt eigenlijk. Terwijl dat maar hoort een beetje. Maar het een hele rare karamelsmaak. Ja, nee, ik vind het eigenlijk niks. Ik vind haast niet naar karamelsmaak. Nee, het is gewoon zoet toch? Het is niet echt een karamelsmaak of zo. Het is niet romig genoeg voor karamel, nee. Denk ik. Nee, ik vind het echt, als ik dit zou krijgen, zou ik niet blij zijn. Nee, ik schreef dit 1 donut. Ik vind niks. Maar ik kan het wel eten. Ja, precies. 1. Dan gaan we nu ons eindoordeel geven. Bij de Albert Heijn waren we volgens mij rond de 40 euro kwijt en bij de Lidl 20. Maar bij de Lidl hadden we weer wat minder dan bij de Albert Heijn. Wat is het meest bijgebleven? Het bladerdeeg, geitenkaas, uien, prut, taartje vond ik erg lekker. Ik vond de chocolademousse erg lekker. De kerstboompjes van chocola vond ik leuk. Ook die kerstboompjes van de Lidl, die bladerdeegboompjes vond ik leuk. Ja, waren ook lekker. En voor de rest is dat een beetje voor mij wat me het meest bij is gebleven. En die chutney, helemaal vergeten. Die was lekker. Oh ja, de chutney, die was erg lekker. Wat zou je uiteindelijk de Albert Heijn versus de Lidl geven? Dan zou ik Albert Heijn 3,5 geven en Lidl 2,5, 3. Oh, dan scheelt het niet heel veel. Nou, dan 2,5. Ik denk dat Albert Heijn wel een punt hoger scoort. Ja. Het is wel prijziger, maar in veel gevallen vind ik het ook gewoon veel lekkerder. Doe mee met de prijsvraag en dan zien we jullie volgende keer weer. Of is het? Nee, dat is nog niet de laatste video van het jaar.